Een zwarte bestelbus reed donderdagochtend vroeg een fietsenwinkel aan de Nieuwe Dukkenburgse weg binnen. De glazen gevel van de Nijmeegse winkel werd aan diggelen gereden en meerdere e-bikes sneuvelden. Vervolgens is brand ontstaan, vermoedelijk omdat de bus expres in de fik werd gestoken. De rookvorming was enorm. Omwonenden kregen daarom het advies ramen en deuren te sluiten. Toen de brand was geblust, zijn alle e-bikes door de hulpdiensten uit het pand gehaald om te voorkomen dat er opnieuw brand zou ontstaan. Met behulp van een politiehelikopter werd gezocht naar de daders, zonder resultaat.